DDS CAD 17 verbetert de manier waarop je data importeert en exporteert. Het importdialoog van de IFC bestandsbeheer is opnieuw ontworpen en maakt verbeterde foutcontrole mogelijk. Met de nieuwe controleoptie kun je ook nauwkeuriger bepalen wat je in het IFC-model wilt importeren. In de IFC bestandsverkenner is het bijvoorbeeld mogelijk om de weergave te beperken tot bepaalde objecten van het model. Bovendien kunnen eigen property sets voor bijvoorbeeld IFC-export gemaakt worden om te voldoen aan de eisen voor individuele BIM-workflows. Dit maakt het eenvoudig werken met IFC-bestanden mogelijk, wat belangrijk is voor open BIM-samenwerking. Gevectoriseerde PDF-bestanden worden nu standaard ondersteund bij zowel importeren als exporteren. Hierdoor kan de software bij gebruik van een PDF als onderlegger snappunten herkennen. Dit maakt het gemakkelijker om bijvoorbeeld plattegronden over te trekken. Met DDS CAD 17 kun je ook schaalgetrouwe PDF-bestanden genereren met lagen en geïntegreerde tekst. Op basis van lagen kies je welke inhoud in je PDF-bestand zichtbaar is. Tot slot hebben we ook het bewerken van DWG-bestanden verder geoptimaliseerd. Je kunt nu je instellingen van het DWG-bestand direct bewerken in het eigenschappenvenster. Wil je meer van deze video's zien? Abonneer je dan op ons kanaal en klik op de bel om geïnformeerd te worden over nieuwe video's.